Het Directoraat Nationale Veiligheid heeft een toilettengroep gedoneerd aan de openbare school Tamenga. De toiletten zijn vandaag opgeleverd en overgedragen aan de school. De directeur van het directoraat, Danielle Vera, zegt dat ze op de hoogte was van de slechte staat van de toilettengroep van de school. Samen met vrienden van het directoraat is er in de vakantieperiode gewerkt aan de hernieuwing van de toiletten. Vera vindt het belangrijk dat kinderen toegang hebben tot schone toiletten. We weten, als de school ongeveer langer dan 30 jaar bestaat, zal het er niet meer zo uitzien als het begin. Maar waar we wel voor kunnen zorgen met z'n allen, is dat het netjes blijft. En ik weet, want dit is in oktober gedaan, als ik vandaag kijk naar de toiletten, dan zeg ik, nou juf en leerlingen, geweldig. Want het ziet er nog precies zo uit. Ja. Het ziet er nog precies zo uit als toen wij het hebben afgemaakt en we hebben gezegd, ai, het ziet er mooi uit. De leerlingen gaan waarschijnlijk lang staan voor die spiegel om te kijken als hun haar goed zit en zo. Ja toch? Dus ja, hè, is toch zo? Dus houden jullie het precies zo aan? En ik ben blij dat de school heeft toegezegd dat zij er zelf aan gaan werken, dat die toiletten zo lang mogelijk zo blijven zoals we ze hebben achtergelaten. Vera zegt dat het directoraat verantwoordelijk is voor de veiligheid van heel Suriname. Veilige toiletten maken dus ook deel uit van haar beleid. Het extra dimensie is dat ik zelf in de buurt woon en zo door de jaren heen met de school een band heb opgebouwd. Toen ik nog bij Defensie werkte, ben ik vaker hier geweest op school bij voorleesdagen en andere activiteiten om de kinderen een boost te helpen geven om hun best te doen op school. Dus de school heeft mij toen benaderd als persoon, als directeur, om te kijken wat wij dus aan de toilettengroep kunnen doen. Ik heb dit dus niet alleen gedaan, samen met vrienden van DNV, ondernemers, die heel spontaan hebben meegedaan, de beschikking hebben gesteld om dit dus klaar te maken. Het is goed dat u weet dat ook leden van DNV hebben gewerkt. Heren die komen van de technische school hebben dus gewerkt om deze toilettengroepen te restaureren. De directeur van het directoraat Nationale Veiligheid, Danielle Vera. Ze sprak vandaag bij de oplevering van een toilettengroep van de openbare school Tamenga.